aan het aantal vlaggen hier in het stadion zal het niet liggen. Fanatiek wordt ermee gezwaaid bij de opkomst van de spelers van Utrecht en Sparta. Utrecht vorige week verloren in de competitie met 6-1 van PSV. Sterker nog, de laatste twee competitiewedstrijden werden verloren. En hier in de thuishaven zijn de resultaten ook nog niet helemaal om naar over naar huis te schrijven. Van der Madel is de aanvoerder aan de ene kant, Oorzaal aan de andere kant. En bij Utrecht is het altijd maar weer even afwachten. Wie speelt op welke positie en welk systeem er van stal wordt gehaald. Aan de opkomst ligt het nooit. Sfeervol is het altijd. Zeker bij aanvang van zo'n wedstrijd. Als de hoop regeert. Alleen vaak slaat het om in frustratie. Na verloop van tijd. De opstelling van Utrecht. Ja, 4-4-2. Barkas is de keeper. Die doet het goed dit seizoen. Van der Marel. Linksback Sanjan van der Hoorn en Kleiber. Toonstra punten achter de van de streekpunten voor. Doevikas en Redan met z'n tweeën voorin. Het komt dat Dost niet helemaal fit is. Maakt het wat af op de training. Zit wel op de bank. En de opstelling van Sparta die kun je eigenlijk een klein beetje uittekenen. Het systeem, het gaat altijd op nummer. Maar vandaag met een ander nummer dan 6. Namelijk 21 van Mullum speelt in plaats van de Boesman. Die zit niet helemaal lekker op de bank. Die zou eerst wel spelen. Dat is wel een aderlating hoor, voor Maurice Stijn. Dat hij geen gebruik kan maken van de Guzman. Was vorige week heel belangrijk. Daar zit hij weggedoken in een dikke jas. Dus lijkt niet helemaal op zo fris. Lauritsen. En dan de eerste actie. Waarbij Vasilis Barkas zich moet tonen. Sanjan, Barkas, is dat lekker? Met Van Krooij in de buurt. Nee, want dit is Meijners. Die is links. Die zou dus meteen kunnen uithalen. Dat doet hij bij deze. Was al niet fijn teruggespeeld op Barkas. Misschien moet je dat gewoon allereerst al niet doen. En dan was het vervolg van de keeper niet fijn. Een hobbelde bobbelbal met twee van Sparta in de buurt. Hoe kom je daar tussendoor? Nou ja, met moeite, met pijn en het schot van Meijners. Boels legt hem goed neer. Dit moet hem zijn. Dat is hem. Redan 1-0. Zesde minuut voorsprong voor FC Utrecht. Met dank aan Booth, die aan de linkerzijde kan opstomen. En Redan, die een beetje vanaf de rechterkant komt. Maar als die linkerkant een beetje open laten voorin voor Booth. En dat sorteert meteen effect. Hier Van der Marel, Booth. En dan één speler, namelijk Doevikas, naar de eerste paal. Andere speler, namelijk Redan, naar de tweede paal. 1-0 FC Utrecht, goal Redan. Corner Toornstra, weggekopt Vriends. Ja, in één keer Kleiber. Hoppa! De manier waarop hij aankomt rennen verraadt al dat hij het in één keer gaat proberen. Meijners. Gevaarlijke bal waar Verschuren naartoe ging. De vrije trap komt van de voet van Jens Toornstra. En daar is het Olij die er niet aan kan. En Van der Hoorn die zijn hoofd er tegen zit. De cijfers die horen bij bijna het eerste half uur waarin Redan de scoorde. Zijn eerste van het seizoen en daarmee is Redan nu een van de vijf spelers van FC Utrecht die dit seizoen een goal in de Eredivisie heeft gemaakt. Meijners, dit is een aardige bal en Verschuren, Barkas en dan Kitolano op borst schieten. En dan duikt Sanjan daarvoor. Grote kans voor Sparta. Dit is de grootste kans voor Verschuren. Dan komt Lauritsen er net niet aan en vervolgens Kitolano. Klaar belangs het lijntje, Redan
Toussaint uitstappen. Dat doet Toussaint goed in eerste instantie. In tweede instantie is hij daar gezien. Neemt Sparta over. Dan een trap richting Lauritsen. Daar is ook Meinans in de buurt. Die krijgt hem aardig aangespeeld. Meinans. Lauritsen voor en Lauritsen kopt en Lauritsen scoort niet. Maar de laatste kansen in deze wedstrijd zijn voor Sparta. De bal voor van Meinans. Een lastige bal, zeker. Mogelijkheid voor Lauritsen. Toornstra. Van de Hoorn terugleggen, Brouwers. En de redding van Olij. Dan is dit Redan. En dan is dit nog een keer een inzet. Die door Olij wordt weggetikt. En er waren ineens weer mogelijkheden voor Utrecht om de score uit te bouwen naar 2-0. Als Van der Hoorn hier dit komt wel vindt. In eerste instantie het schot van Brouwers. Dan blijft die bal een beetje hangen. En dan komt Redan nog een keer tot een poging. En Doufikas op het einde. Wat drie man. Zo rond de 11 meter stip. Al daarachter neergelegd. Oude Sar. Verschuren. Doufikas. En dat is knap. Zo uit de draai schieten vanaf een metertje of 16. En dan een goede doel krijgen ook nog. Kleiber. Toornstra. Met links. Ja. Dat verwacht je inderdaad niet. Booth. Van der Marel. Ja, praten heren, want nu lopen Vriends en Olij elkaar in de weg. Die bal had natuurlijk altijd voor Olij moeten zijn. Even aangeslagen blijft na die botsing met Vriends. Die bal in zijn gezicht. Eerder de redding van Olij. Het schot van Doufikas. Volgende corner. En daar is het Doufikas! En nou een vroege goal in de eerste, nu ook een vroege goal in de tweede helft. Doufikas met zijn vijfde. En even naar daarmee clubtopscorer Bas Dost. Naar de corner. In een vol 5 meter gebied. En daar binnengekopt door Doufikas. De vrije trap die komt van Meinans. Een hele fijne linker. Schept hem daar richting Ouassar. Dan worden weggekopt door Sagnon. Kitolano. Knap, Kitolano. Oeh! Dat was heel knap. We waren in een duel waarbij hij toch nog met een paar Utrechters moet afrekenen. Ook fysiek het duel moet aangaan. Pinto. Krooi. Dus Lauritsen. Goeie bal. En net naast gekopt. Verschuren. Dat scheelde niet veel. Weggekopt door Fikas. Opgevangen Sambo. Bal blijft daar hangen. Kitolano. En daar duikt Van der Hoorn voor. Schot van Mullen. Ja, als Fraser strijdlust wil zien deze wedstrijd, dan heeft hij dat gekregen wat hij wilde. Pinto. Dan nog een keer. Slim balletje tussendoor bij Kitolano. Combineert er wat af met Verschuren, dan Sambo. En dan Lauritsen, die bal, wat per ongeluk bijna op zijn hoofd krijgt. En naast komt. Zo zijn de kansen voor Sparta. Maar Utrecht in de tweede helft niet zoveel tot schieten komt. Maar ja, wel de enige ploeg is die naar rust gescoord heeft. Zoals ze dat ook al voor rust deden. Zonder tegenantwoord van Sparta. Bosdogan. Dit is dan wel weer een schot. Ah, al te ingewikkeld is dat niet voor Nicolai. Van der Marel. En dan Brouwers weg. Houdt de bal binnen. Dat zal toch wel. En in één keer voor richting Doufikas.
Kluiber voor het schot. Ja! Die waart er in één keer in. Ik, zegt hij. Het had er de schijn van dat die bal nog van richting werd veranderd enigszins tussendoor. Maar we schrijven hem voorlopig op voor Kluiber. En dan scoort Kluiber weer. Want afgelopen week was hij in de beker ook al trefzeker. Toen scoorde hij tegen Sportlust 46 uit Woerden. Nu scoort hij tegen Sparta uit Rotterdam. Achterin neergelegd. Best voor Olij naar de kopkans. Nou ja, kans. De kopbal van Doefikas. Van Krooi en Mijnans achter de bal. Ze zouden het allebei kunnen. Het wordt Van Krooi en het wordt een schot naast het doel van Barkas. Oh, daar is het 3-1. Dus de eretreffer is daar. Kito Lano is sowieso al zeer actief in de tweede helft. Maakt er 3-1 van. Deze bal voor van Pinto. Kito Lano, keurig kopbal. Dus druipt Sparta af met een balende Kito Lano. En pakt Utrecht een heel belangrijke zegen. Thuis tegen Sparta. 3-1.